Nou, wat ik dus met jullie wil gaan doen, is dus na de pauze naar Romeo en Julia kijken. Nee, vooral luisteren, niet kijken in dit geval. Afkomstig van deze meneer, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ik ga nu niet zo heel veel over hem zeggen. Hij zal volgend jaar absoluut nog voorbij moeten gaan komen. Was het alleen maar op de wereld van het ballet. Geboren 1840, 1893. Een van de grootste, beroemdste Russische componisten. Hier staat ongelukkig, neurotisch en angstig man. Ja, Mahler was al een beetje vreemd. Peer in dit geval, bij Tchaikovsky ligt het al niet veel anders, moet ik eerlijk toegeven. Nee, ik weet niet, wat het is ook 19e eeuws. Je komt heel veel van die componisten tegen waar, ja, het zijn mensen, dan merkeert er iets aan. Als je naar Berlioz gaat kijken, Berlioz was een borderliner, vind ik zelf. En Berlioz, om even een voorbeeld te geven, hè, over Shakespeare gesproken. Berlioz, die ging echt een romanticus full flung. Dus die ging op een gegeven moment in Parijs, volgens mij was het Parijs, maakt het niet zoveel uit. Ging hij dus naar een voorstelling van Hamlet toe. Engels gezelschap, hè, in dit geval. Dus hij sprak geen Engels, dus hij moest het alleen maar doen met de taferelen op het toneel. Nou, daar liep dus een Ierse actrice rond en die speelde dus Ophelia. En hij werd direct over zijn oren verliefd op deze actrice en deze Ophelia. En die heeft hij echt jarenlang gestalkt, mag je rustig zeggen. Daar heeft hij achteraan gezeten van hier tot ginder. Zelfs de Symfonie Fantastiek gaat eigenlijk over haar. En uiteindelijk is hij dus later met haar getrouwd. Maar ja, hij dacht dat hij met Ophelia trouwde. Maar trouwde natuurlijk met een Ierse actrice. Dus je snapt hem al wel aankomen dat helemaal niks geworden is. Ik heb ook begrepen dat zij Harriet heette. En dat Berlioz altijd Henriette tegen haar zei. Ja, Henriette of Harriet. Hè? En dat zij zei, nee, ik heet Harriet. Ja, Henriette, ik weet het wel. Zo, dus dat is het. Nou, dat is het. Ja, dat is een van zijn hele grote problemen geweest. Van homoseksualiteit werd natuurlijk niet geaccepteerd in het oude tsaristische Rusland. Laten we even heel eerlijk. We weten het niet zeker, maar je hebt gelijk. Waarschijnlijk heeft hij inderdaad zelfmoord gepleegd. En er gaan zelfs geruchten in die tijd die daartoe aangezet is door de tsaar of door de autoriteiten. Omdat zij niet wilden hebben dat naar buiten zou komen dat hun grote componist homoseksueel was. Hij had namelijk, voordat hij overleed, een affaire met een of andere zoontje van, nou weet ik veel nog wat. En dat dreigde op dat moment net naar buiten te komen. En officieel, volgens de papieren, is hij overleden aan cholera, van de eerste aan cholera-epidemie. Maar er wordt veelvuldig gefluisterd dat hij zelfmoord gepleegd heeft en dat hij misschien wel aangezet is tot die zelfmoord. Het zat ook wel een beetje zijn karakter, hoor. Ik bedoel, dat is... Kijk, we kennen van Tchaikovsky zijn dagboeken hebben we. Hè? En we hebben zijn brieven en zijn correspondentie. En dus is hij dus heel erg open in. Maar Tchaikovsky, die kon dus gewoon heel... vanavond hebben wij een feestje. En ik als Tchaikovsky ben daar gewoon uitgenodigd. En ik ben de hele avond gewoon redelijk gezellig aan het praten. En het ziet eruit dat ik de avond van mijn... niks aan de hand, gewoon lekker gezellig. En dan keer ik vervolgens in mijn kamer weer terug. En dan ben ik Tchaikovsky. Oh, ik heb zo'n ellendige avond achter de rug. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk. Ik moet tegen iedereen heel lief en braaf doen. Maar ik vind het zo erg. En dan kon hij uren zitten. Kon hij echt uren zitten huilen in zijn kamer over hoe ongelukkig dat hij wel niet was. Geef dan een ander voorbeeld van hem, want een van de biografen dan beschrijft van je dat ik hoop dat je dat, misschien vind je dat ook heel erg normaal. Ik vind het enigszins namelijk bijzonder. Tchaikovsky schreef natuurlijk symfonieën en muziekstukken en werd natuurlijk vervolgens ook in toenemende mate gevraagd om zijn eigen muziekstukken te dirigeren, hè, uit te voeren. Dan was dat niet zijn allersterkste werk, maar goed, het betaalde natuurlijk, dus hij deed het uiteindelijk ook. Maar, zoals een van de biografen beschreef, Tchaikovsky was op een gegeven moment bang dat hij tijdens het dirigeren van zijn muziekstukken, dat zijn hoofd eraf zou vallen.
Dus wat hij dan deed bij het dirigeren van zijn muziekstuk, en hield hij met zijn linkerhand altijd zijn hoofd vast. Zodat daar geen... Laten we zeggen, het is een droevig geval geweest, laat ik dat even heel eerlijk. Maar die 19e eeuw zit er dus bol mee. Hè? Zo'n Mahler die dus een martelaarscomplex heeft. Berlioz die een borderliner heeft. Richard Wagner die een godscomplex heeft. Van die zag zichzelf bijna als een godheid, zo ongeveer. Hè, met datgene wat hij deed. Ja, nee, Napoleon had dan wel bestaan, maar Napoleon was een maatje te klein voor Wagner. Ja, okay. Dus dat, zo moet je dat dan wel. Goed, laat het aan je voorbij schuiven. Maar in ieder geval wat je in zijn muziek tegenkomt, hè, is dit. Heel vaak zeggen dat deels die temperamentvolle Russische muzikale erfenis zit daarin. Hij had een hele gedegen muzikale opleiding gehad, in de Duitse zin in dit geval. Dus hij was naar het conservatorium in Sint-Petersburg geweest, die net nieuw was. Hij had natuurlijk, dat hebben we al meegekregen, zijn eigen persoonlijke temperament en zijn expressie, et cetera, wat daarbij zit. En hij had een grote gave voor het schrijven, voor melodieën. En dat levert natuurlijk eigenlijk fantastische en ook tegelijkertijd zeer toegankelijke muziekstukken op. Het punt is, hij zal op een gegeven moment dat concertouverture van Romeo en Julia schrijven. Maar Shakespeare is gewoon heel erg in de 19e eeuw. Daar worden symfonische gedichten op geschreven, opera's qua thema. Nou, ik heb hier gewoon even een lijstje van titels die voorbij komen zetten. Maar die ik zou zeggen Shakespeare-gekte die in de 19e eeuw begint, loopt natuurlijk gewoon tot vandaag de dag nog steeds door. En daar is natuurlijk eigenlijk niks anders aan. Maar je ziet hier Berlioz die onder meer opera schrijft over Love's Leven is Lost. Romeo en Julia een symfonische gedicht over gaat schrijven. Dus in die zin kom je in meer dan één opzicht. Ja, als je naar Verona gaat, kun je nog steeds naar het balkonnetje toe van Romeo en Julia. Dus dat staat daar gewoon. En dan kun je sommige mensen kunnen laten zich daar op de foto zetten. Dan zie je al van die slotjes en die briefjes hangen over liefde. En weet ik veel wat allemaal meer. Ik wil met jullie na de pauze naar Romeo en Julia gaan luisteren. Maar je kunt natuurlijk niet naar Romeo en Julia luisteren als je niet het verhaal van Romeo en Julia kent. Iedereen kent Romeo en Julia, maar als je aan mensen gaat van vertel me even het verhaal van Romeo en Julia, dan wordt het over het algemeen wat moeilijker. Ik ga het even heel kort vertellen waar het eigenlijk over gaat. Het speelt zich af in Verona. Tuurlijk, Italië, dat is een fout land waar dit soort dingen gebeuren. Althans in de ogen van Shakespeare. En in Verona wonen twee families, dat zijn de Capulets en de Montagues. En die hebben een onderlinge vendetta, zoals het dan heet. Die staan elkaar dus letterlijk na het leven. En dat heeft vroeger ook al wel vast en zeker slachtoffers opgeleverd. Noem maar op. Maar we hebben ook de heer, ik zou zeggen de hertog van Verona. En die heeft op een gegeven moment tegen die beide families gezegd, nou moet het afgelopen zijn. Ik wil geen gedonder hier meer. En anders grijp ik gewoon heel erg hardhandig in. Waardoor die vendetta natuurlijk niet weggaat. Die vete is niet weg. Die heerst daar nog de hele tijd. Dus we hebben de Capulets en we hebben de Montagues. En nou, hier zie je dus het grote drama plaatsvinden. Julia is dus een dochter van een van de heren uit de familie van de Capulets. Hij is de dochter die eigenlijk uitgehuwelijkd zou moeten gaan worden. En daarnaast heb je dus Romeo, die dus bij de andere familie vandaan komt. Hoe loopt het verhaal? Nou, de Capulets geven een soort van een bal. Ik zeg even heel kort door de bocht hoor. De Capulets geven een bal en daar worden uitnodigingen voor uitgedeeld. En door een of andere fout krijgt Romeo vervolgens een uitnodiging om te komen naar het bal van de rivaliserende familie, wat dus niet de bedoeling is. Dan moet je even voorstellen als je Romeo en Julia in wilt vullen. Romeo en Julia zijn ongeveer 13, 14 jaar oud. Dus het is echt een soort van een puberliefde, mag je eigenlijk wel zeggen. Waarbij geld, die liefde moet je altijd 5 kwartjes van afdoen. In dit geval, ten eerste, ze zijn 13, 14 jaar oud. Dus wij zouden zeggen kalfverlies. Is in die tijd trouwen ze in dit geval. Maar Romeo, als het stuk namelijk ook begint en Romeo geïntroduceerd wordt, is Romeo maakt zich net druk over het feit dat zijn vorige vriendinnetje het net uitgemaakt heeft. En daar heeft hij zoveel liefdesverdriet
verdriet van en hij wil haar nog weer terug veroveren. En nou goed, dat is ook het idee wat daar uiteindelijk speelt. Maar hij wordt dus uitgenodigd op dat bal, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar hij gaat daar natuurlijk wel naartoe. Wordt weliswaar gespot door Tybalt, in dit geval de neef van Lady Capulet die zijn tante uiteindelijk is. Maar uiteindelijk wordt dus besloten om geen gedonder te veroorzaken en hem gewoon te gedogen op het bal, weet je wel. Want we moeten namelijk geen rotzooi uiteindelijk hebben. En dan voel je hem al wel aankomen, terwijl dus het bal gaande is, ziet ineens Romeo, ziet Julia, en Julia ziet Romeo. En toen was het fout in dit geval. Dus die twee die vallen uiteindelijk voor elkaar. Dat is dus een min of meer onmogelijke liefde, mag je rustig zeggen. Sterker nog, het is de bedoeling dat Julia uitgehuwelijkt zou worden. Er is al een huwelijkspartner voor haar uitgezocht. Nou, die liefde die groeit dan even heel snel gezet. Krijgen we die beroemde balkonscène dat hij haar uiteindelijk opzoekt. Maar die liefde moet toch echt bezegeld worden. En dan kloppen ze tussen aanhalingstekens aan bij een geestelijke, een Franciscaner broeder Lorenzo of Lawrence of wat dan ook. En die wil ze dan wel in hun liefdesnood helpen. En wat hij dus dan doet, is hen stiekem in de echt verbinden. Dus hij zorgt er uiteindelijk voor dat deze twee geliefden met elkaar kunnen gaan trouwen. Natuurlijk mag verder dat niemand weten, maar hun huwelijk is eigenlijk min of meer beslecht. En dan slaat vervolgens zeg maar een noodlot toe. Op straat ontstaat er een schermutseling tussen Tybalt en de vriend van Romeo, waar Romeo eigenlijk in instantie helemaal niks mee te maken heeft en ook eigenlijk niet aan wil gaan. Dit is West Side Story, hè? Als je ooit West Side Story hebt en je pakt het verhaal, is bijna één op één is de overeenkomst die daarin zit. Alleen, wat gebeurt daar? Daar vindt dan vervolgens een schermutseling plaats. Daar wordt gevochten met zwaarden en Tybalt steekt vervolgens Benvolio, de vriend van Romeo, neer. Waarop Romeo vervolgens dus naar het zwaard grijpt en Tybalt dodelijk neersteekt. En daarmee dus een moord op zijn geweten heeft. Of in ieder geval doodslag op zijn geweten heeft. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Dus de hertog of de graaf grijpt uiteindelijk in. En de uitkomst moet dus zijn dat Romeo wordt verbannen uit Verona. Om nou echt te veroordelen, daar is het te belangrijke adellijke familie voor. Maar hij wordt dus uit Verona verbannen. En hij mag nooit meer weer terugkeren. Maar ja, nu hebben we Julia in Verona zitten. En Romeo zit dus buiten Verona. En sterker nog, Julia staat nu op de lijst om over een paar dagen te gaan trouwen met de man die de familie voor haar uitgezocht heeft. En Julia wil dat dus natuurlijk niet. Maar hier komt weer broeder Lawrence of broeder Lorenzo voorbij zitten. En die weet een manier om de zaak te redden. Nu had de man zich maar nergens mee bemoeid, moet je dan maar gaan denken. Dus broeder Lorenzo die zegt van, nou, ik weet wel hoe dat je onder dat huwelijk uit kunt gaan komen. Ik help je wel even in deze situatie. Je krijgt van mij namelijk een drankje en die moet je gewoon innemen. En als je die inneemt, dan word je namelijk schijndood. Dus dan denkt iedereen dat je jezelf vergiftigd hebt en dat je zelfmoord gepleegd hebt. Dus dan uiteindelijk zullen ze dan afscheid van jouw lichaam nemen. En na verloop van tijd kom je dan vanzelf weer bij. En dan ga je Verona verlaten. En dan kun je uiteindelijk bij Romeo gaan voegen. Maar Romeo zit natuurlijk buiten Verona op het vinkentouw te verlangen naar zijn Julia toe. En die besluit op een gegeven moment terug te keren naar Verona om zijn geliefde te zoeken. Come what may, zou ik zo zeggen, op zijn Engels. Broeder Lorenzo heeft wel intussen een bericht naar Romeo toegestuurd om hem op de hoogte te stellen van wat de plannen zijn en wat de bedoeling is. Maar dit is echt een verhaal van dingen die allemaal mislopen. Dus u snapt hem al wel, dat bericht komt nooit bij Romeo aan. Dus Romeo komt vervolgens in Verona aan om dan vervolgens in de kerk aan te komen. En daar ziet hij zijn overleden geliefde opgebaard liggen. Julia is dood. En daar kan
Romeo natuurlijk niet mee leven. Dus besluit Romeo, want het had hij bij zich, het flesje gif wat hij meegenomen heeft, om dat op te gaan drinken en daarmee zelfmoord te plegen. Dus hij neemt dat flesje gif tot zich, sterft. En net op het moment dat hij zo ongeveer zijn laatste adem uitblaast, komt Julia uit haar schijndood, komt weer bij. Ja, hier voelt hem al wel aankomen. En die ziet dus vervolgens haar gestorven Romeo. En zij kan ook niet leven zonder haar gestorven Romeo. Dus ook zij beneemt zich vervolgens van het leven. Volgens mij steekt zij zich dan een dolk in het hart. Maakt niet zo heel veel uit. En dan zijn Romeo en Julia dus allebei overleden. Dus het is een tragisch einde van dit liefdesduo. Het einde van het toneelstuk is dat dan de beide families, de Montagues en de Capulets, en de gestorven kinderen vinden, laat ik het zo maar zeggen. En dan zich realiseren wat die veten van hen eigenlijk bewerkstelligd heeft. En dat ze toch eigenlijk die veten nou zo langzamerhand bij moeten leggen. En dan is het toneelstuk afgelopen. Dit is het verhaal van Romeo en Julia. En wat Tchaikovsky dus gedaan heeft in zijn fantasie-ouverture, is losjes dat verhaal vertellen in muziek en tegelijkertijd in die sonato-allegro-structuur die we zo even bekeken hebben. Maar eerst een kopje koffie, denk ik dan maar weer. Oké, we hebben eventjes voor de pauze hebben we naar de beroemde sonate allegro vorm gekeken, hebben we natuurlijk gezien dat er twee thema's in voorbij komen zitten. Nou, dat betekent dat we gaan nu naar de Romeo en Julia kijken van Tchaikovsky. Ook daar zitten natuurlijk straks twee thema's in, net zoals het altijd min of meer het geval is. Alleen wat je bij Romeo en Julia van Tchaikovsky gaat zien, dat er drie thema's in zitten. Hij doet het in dit geval even anders. Ik loop even heel simpel met jullie door wat er eigenlijk gebeurt. In eerste instantie wat Tchaikovsky doet is een hele lange introductie toelaten. Ik heb jullie voor de pauze even het verhaal van Romeo en Julia verteld. Wat Tchaikovsky eigenlijk doet is net alsof je het verhaal van Romeo en Julia verteld krijgt. En wie vertelt jou het verhaal? Dat is in dit geval broeder Lawrence. Dus dat is die geestelijke, die frater die dus alles meegemaakt heeft en die dat gezien heeft. Dus die vertelt je dat. Dus straks komt in die introductiestuk komt eerst het thema van broeder Lawrence voorbij zetten. Dat klinkt koraalachtig, dat klinkt hymneachtig, dat klinkt geestelijkachtig zo ongeveer. En eigenlijk is die introductie een soort van een dreigende opbouw voor het ellendige verhaal wat straks eigenlijk gaat komen. In meer dan één opzicht. Er zit het element in van natuurlijk broeder Lawrence met dat religieuze thema wat erin zit. Er zit een dreigende, heel dreigende muziek in van waar je dan weet van oh, dit gaat onheil opleveren. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje het idee alsof je een verhaal verteld wordt vanuit oude tijden. En hoe wordt dan een verhaal verteld in oude tijden? Ik zou zeggen, het is niet eens een verhaal in oude tijden. Het is een ballade uit oude tijden. Die natuurlijk gezongen wordt door een bard die zich vervolgens pring, 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 begeleid op een luid. Dus op een gegeven moment krijg je dus ook die introductie erbij. Dus dat in die introductie hoor je op een gegeven moment de harp trom, trom. En dat is eigenlijk het idee dus dat je het voorspel gaat krijgen voor de wereld van het verhaal. Maar je krijgt dus een hele lange sfeervolle introductie die uiteindelijk eindigt met een soort van een spanningsopbouw. Dus alleen nog maar introductie. En dan krijgen we dus die twee thema's. Je hebt dus twee contrasterende thema's. Als je Romeo en Julia gaat nemen, daar zit niks geen contrast aan. Je krijgt twee thema's. De ene is het vendetta-thema. Het conflict en het strijd tussen de Capulets en de Montagues. Dus dat is een agressief thema. En tegenover het thema van haat en agressie staat dus het liefdesthema van Romeo en Julia. Dus dat wordt straks in, ik leg even heel simpel uit hoe het dan gaat. Nadat je die introductie gehad hebt, word je in eerste instantie voorgesteld aan de familie
Capulet en Montague. En dat is dan, dat zal straks even, als we dat laten horen, nog laten zien. Maar eigenlijk is dat een soort van een tafereel. Dat je bij het idee hebt, als je in de straat loopt. En dat die twee families elkaar tegenkomen. En volgens mij is de ene, bij de ene familie zijn iets van de fluiten en de piccolo's. En de andere zijn dan de strijkers. Die hoor je tegen elkaar ingaan. En uiteindelijk loopt dat dus uit letterlijk op een gewapend conflict, want dan krijg je dus met het slagwerk alsof er echt gevochten wordt. En die gaan dus aan het eind in de wijk of in de straat waar ze geweest zijn, gaan ze weer uit elkaar. Dat is dus hun introductiethema. Dat is dus het thema van de Vendetta, dat is het thema van de Montagues en de Capulets. En daarna komt dus het Romeo en Julia thema. Goed, zover zijn jullie al. Dus ik laat jullie nou eerst even iets horen, hoop ik. Nou, ik begin even met dit. Dit hadden wij al gehad. Het eerste wat je dus gaat krijgen is Broeder Lawrence thema of Laurens thema. Of hoe dat je hem ook eigenlijk wilt gaan horen. Hymne, koraalachtig, klinkt serieus, klinkt religieus, klinkt verwachtingsvol. En dan zwelt het uiteindelijk aan met de hobo en fagotten. Dit thema, dat thema van Broeder Lawrence, zal straks regelmatig ook onder allerlei dingen nog eens een keer weer doorzitten. Ook heel vaak met het idee, alsof Broeder Lawrence degene is die het verhaal vertelt op de achtergrond. En ja, goed, het noodlot. Ja, je voelt het noodlot al wel een beetje zitten in dit stuk.
kap hem hier even af. Maar je hoort het Bruno Lawrence thema kiest elke keer. Maar het heeft iets dreigends over zich. Dit belooft niet veel goeds wat er gaat komen. Dus dan krijg je dus de introductie van het eerste thema. En dat is dus het thema van de Vendetta thema. De strijd tussen de Capulets en de Montagues. En dat kan natuurlijk niet anders. Dat is heftig. Dat stuit het alle kanten op. Pom, 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 pom. En dat is echt de wereld van conflict. En natuurlijk is het zo dat je die inleiding hebt. Dus daar wordt op een gegeven moment naartoe gebouwd. Dus er zit zo van een spanningsopbouw in. En dan bam, knalt het eruit. Ik pak het even hier op, zo ongeveer 4 minuten 48. Je voelt gewoon de spanning opbouwen straks. Je hoort de spanning opbouwen. En daar zijn muzikaal technieken voor, dus dat merkt u ook wel. En dan knalt vervolgens dat thema van de Vendetta. Het is net alsof je een confrontatie in de straat hebt. En nou klinkt het net alsof beide partijen afdruipen. En die indruk krijg je zo ongeveer. En dat afdruipen tegelijkertijd, je hoort het ook in het naar beneden gaan van de noot. Dus nu ga je dus ook naar een andere toonsoorten toe. Want nu komt dus thema 2. En thema 2 is dus de liefde van Romeo en Julia. En het begint eerst met Romeo, die volgens mij vooral in de strijkers zit. En straks komt Julia erbij. En dat is dan vooral de fluiten en de piccolo's. Dus de hoge tonen die erin zitten. En wat je daarbij moet voorstellen. We gaan dus in het bal. Ze worden dus voorgesteld. Romeo komt dus. En Romeo ziet Julia. En Julia ziet Romeo. En dan is de eerste. Het is langzaam opbouwen. Is dat, heb je zo van een glimpje van. Oh, wat een leuk meisje. Dus even dat komt dat liefdesthema voorbij zit. En wat je dan vervolgens dus doet. Ja, wat is er. Ja, wat heb je als je liefde hebt? Dan krijg je boem, 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 boem. En. En dat zuchtenthema, dat komt dus daarna. Dat zuchtenthema keert straks elke keer weer terug. Oh, zij is. Oh,
Oh, en dan hoog, laag in dit geval. Maar dat zuchtenthema, wat je straks elke keer ook weer terug ziet keren, daar zit nog een ander element in. Want het zuchtenthema eindigt namelijk op een gegeven moment op een dissonante lage toon. Wat eigenlijk ook al een beetje aangeeft, dit kan eigenlijk gewoon niet goed aflopen. En die beweging naar beneden, die afstand die tussen die hoge toon en de lage toon zit bij dat zuchten, keert straks aan het eind in de recapitulatie weer terug. Want als namelijk, Tybalt door Romeo neergestoken wordt, dat gebeurt precies op die toon. Ook dan ineens komt er ineens een lage toon tevoorschijn. Dan duurt. Dus dat is de doodsteek in dit geval. Dus in het liefde en in het zuchten zit het noodlot van Romeo en Julia eigenlijk al min of meer opgesloten. En in die introductie van Romeo en Julia, dan dat liefdesysteem, dat groeit en dat groeit en dat groeit natuurlijk. Ze zien elkaar uiteindelijk en dan hebben ze het helemaal van elkaar te pakken. En aan het eind, als dat liefdesysteem dan voorbij is, dan weet je van ja, dit gaat niet goed aflopen. Ze zijn reddeloos verloren. Waar heb ik mijn muis gelaten? Daar komt hij. Nou, dus na het heftige introductie van thema 1, dus nu komt thema 2. Nou,
hun lot is bezegeld. Dat voel je al wel aankomen. Hier kan alleen maar doem en ellende uit voortkomen. Dus nou ben je voorgesteld aan die twee thema's, Romeo en Julia en aan de wereld van de Capulets. Als je het door gaat werken in de sonate allegro vorm, krijg je dus nu dus die doorwerking met die thema. Wat Tchaikovsky daar doet, dat sla ik in dit geval bij jullie even over. Maar dan gaat hij eigenlijk alleen maar met het vendetta thema heen en weer. Dus dat stuit het vervolgens alle kanten op. Dus met het strijd en het conflict wat constant is natuurlijk ook het meest spannende in het geheel om iets mee te gaan doen. En dan uiteindelijk keren we dus weer terug naar de herhaling, hè, de recapitulatie van die eerste twee thema's. En daar laat hij dus de rest van het verhaal zich in af ontspinnen. Dus in eerste instantie komt het vendetta-thema weer terug. Maar dan uiteindelijk komt dus ook het Romeo en Julia, het liefdesthema, weer terug. En wat hij daarin doet, hè, intussen zijn ze getrouwd en de scène op het balkon heeft zich afgespeeld. Dus die liefde die heeft nu intussen glorieuze proporties aangenomen en ze houden van elkaar. En ze gaan een gelukkige toekomst tegemoet. En je ziet er op een gegeven moment ook die liefdesmelodie echt sprankelend voorbij komen zetten tot een aantal keren aan toe. En dan ineens wordt dat liefdesthema doorsneden door het vendetta-thema. En dat is namelijk het conflict wat dan op straat afspeelt tussen de vriend van Romeo en Tybalt en Romeo daarbij. Dus dan krijg je dat vendetta-thema weer terug met een soort van een gevecht erin. Waarbij dus op een gegeven moment Romeo Tybalt doodsteekt. Het is ook echt zo'n lage toon die erin zit, waarmee, en dat is eigenlijk de uitdrukking die je bij Tchaikovsky tegenkomt, waarbij eigenlijk Tchaikovsky wil zeggen, deze doodsteek is eigenlijk de doodsteek van allen. Zowel van Julia, van Romeo, van Tybalt, als van de vriend van Romeo. Hiermee is eigenlijk het grote verhaal al direct dramatisch ten einde gekomen. Dus je ziet er op een gegeven moment, dat je zou bijna kunnen zeggen dat het gevecht eindigt met een soort van een doodsreutel en dan is de basis van het verhaal eigenlijk afgelopen. Thank you.
En het eindigt met een soort van een doodsreutel van alles en iedereen. En dan sterft het uit. En dan krijgen we dus het coda, het naspel. En dat zou je kunnen vertalen als, ik zou bijna zeggen, broeder Lawrence die nu in de kapel zit. En een soort van een rouwmis, treurmis opdraagt aan de twee geliefden. En dan creëert straks nog één keer het liefdesthema weer terug. Maar dit zijn Romeo en Julia. Dit is de eind van de 19e eeuw. En in de 19e eeuw, na Tristan en Isolde van Richard Wagner, als de zuivere liefde is, zuivere liefde sterft niet. Zuivere liefde gaat door in het hiernamaals. Dat sublimeert, dat transfigureert, dat stijgt uiteindelijk naar het hogere om eeuwig te gaan. En dat kun je namelijk horen. Dat in principe betekent dus dat hun liefde in de hemel en het hiernamaals verder gaat. En wat voor voorstelling heb je altijd als je aan de hemel en aan engeltjes denkt? Die spelen op harpjes. Dus je ziet straks bij die begeleiding van dat laatste keer, als dat liefdesthema triomfantelijk klinkt, hoor je dus de harpjes van de hemel klinken. Waar zij uiteindelijk terechtgekomen zijn. En dan hoor je voor de laatste keer dat liefdesthema. En dan komen nog even een paar afsluitende noten. En dan is Romeo en Julia in basis af. Dus, nou goed, haalt u uw zakdoeken tevoorschijn. En u hebt het grote troost dat hun liefde in de hemel straks verder gaat. Dus wat je hier letterlijk ziet, hè, is dat eigenlijk in het kader van die sonate allegro vorm, met twee, in dit geval dus drie thema's, uiteindelijk Tchaikovsky het verhaal van Romeo en Julia losjes probeert te vertellen in zijn eigen interpretatie. En dat weet hij op zich heel erg knap te doen. Dus het is echt programma verhalend. Verhalende muziek. Moet ik wel zeggen, hoor, dit is de derde versie. Bij zijn allereerste versie die hij uitvoerde in, ik zeg 1869, 1870 was een flop. En daarna heeft hij hem later in 1872 nog eens een keer weer herzien. Om hem later volgens mij in 1889 de derde versie uiteindelijk te maken. En dat is dus een klassieker geworden. Dit hoort echt tot het standaard klassieke repertoire intussen. Om niet te zeggen dat het liefdesthema van Romeo en Julia wordt gebruikt en misbruikt onder van alles en nog wat. Als je één keer het thema kent, dan denk je van, oh, hier komt het thema van Romeo en Julia weer voorbij zet. De bedoeling is dus dat je
er wat van geleerd hebt en dat je dus nu ook anders met meer kennis naar klassieke muziek gaat luisteren. Dus ook als je Haydn of Mozart voorbij ziet komen. En he, natuurlijk niet elk deel is in een sonate allegro vorm. Maar zoals ik altijd heel vaak zeg, één, aan muziek luisteren heb je heel veel plezier. Maar als je vaak er nog zelfs wat meer van af weet, heb je er alleen nog maar meer plezier van. Omdat je de dingen weet en herkent.